ik ben gezellig aan oppassen op mijn liefste kindje. Ik ben zo gek op deze oorbellen. Echt heel erg. Een hele goede morgen en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag. Het is nu. Oké. Het is 24 januari en het is 11 uur 's ochtends. En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Ik heb een nieuw topje aan van Nike. Met deze broek van Tessie eronder. Helemaal leuk. En ik wil de laatste tijd wat vaker, zeg maar, de dingen hadden. Zie je mij goed? Ik wil dus de dingen die ik op TikTok zet ook vaker als reels posten op Instagram. Alleen. Op Insta voelde het dan toch weer kutter dan op TikTok. Ja, ik vond die andere dagvlog ook niet zo leuk. Dus ik doe deze wel, van die woestijn. Want die gaat op TikTok wel lekker. Dus misschien op mijn reels ook wel. Zo was ik eventjes mee bezig. We hebben een afspraak ergens. Ik weet niet precies, maar het is hier dichtbij bij een intensieterrein. En ze gaan een soort van een lichaamscan maken, analyse of zo. Ik heb geen idee. Ramon vroeg of ik mee wilde. Had een man gesproken laatst en... Ik ga gewoon mee. Ik heb echt letterlijk geen idee wat het inhoudt. En ja, ben benieuwd. Ik ga even die reels posten. Ontbijtje! Ik dacht precies dat het zo zwaar was. Kan je op je sok schoen aan? Jongens, we hebben die hele... analyse gehad. Het was zeg maar, we gingen ons wegen, onze vetpercentage, onze spiermassa, alles werd eigenlijk gewoon bekeken. We moesten ons voedingsschema doorgeven, dat we een beetje eten op een dag en echt van alles. En ze maken daar dus ook voedingsschema's op maat. En ik ben voor mijn lengte ben ik dus wel echt te zwaar geworden. Dus ik ga wel beginnen met zo'n voedingsschema. Dat is best wel, ja, het is best wel een beetje prijzen. Maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar, want zonder goede voeding ga je het ook niet redden. En mijn doel is dus om 13 kilo af te vallen. Dus dat is best wel veel. En wat ik dus ook eigenlijk... Ik doe eventjes op mijn handje hoor, ik word helemaal gek. Wat ik dus ook te horen had gekregen is dat HelloFresh niet eens zo gezond is. Ik weet niet, ik dacht gewoon HelloFresh zou wel goed zijn. Het is wel vers, maar er zit best wel veel calorieën in. Dus... Je hebt dus blijkbaar ook bij HelloFresh Green Chef. Dat is weer een onderdeel van HelloFresh nu. En dat is dus wat gezonder. Dus misschien dat ik daar binnenkort mee aan de slag ga. Maar ik heb dus nog wel twee gerechten. Die ga ik sowieso opmaken. En het is zeg maar niet extreem veel calorieën. Volgens mij is dit allebei rond de 800 calorieën. Dus op zich is dat best wel veel. Want ik mag 1500 calorieën op een dag. En ja, dus als je dan een gerecht hebt van 800 calorieën, dan zit je daar natuurlijk zomaar op. Maar op zich, dit is nog wel te doen, denk ik. Ik ga vandaag lekker deze lasagne maken. Want Ramon is zijn tanden aan het bleken. Als hij dan deze neemt, dan krijgt hij rode tanden. Vanaf morgen kan hij wel weer gewoon dat eten. Maar hij is eergisteren gestopt. Ik bleek mijn tanden ook, maar ik let daar niet heel erg op qua voeding. Want ik heb er echt geen last van als ik iets eet, dat het mijn tanden dan verkleuren. Even kijken, dit wordt dus het gerecht waarbij dat het 55 tot 65 minuten duurt. En het is al bijna 7 uur. Ik heb gewoon zo geen zin. Dus Ramon is nog steeds aan het werk. Ik dacht, gaan we lekker samen doen. Maar hij komt zo wel. Maar ik denk, ik ga alvast beginnen. Want anders wordt het wel een latertje. En bij waar ik vandaag was, kun je dus ook sporten. En die personal training die ik nu volg, zit dus helemaal geen voeding en zo bij. En dan denk ik wel een beetje van, ja, ik betaal echt wel heel veel. En het is letterlijk, je betaalt zeg maar eigenlijk alleen voor het half uurtje sporten daar. En hier dus heb je die voedingsschema en kan je ze ook sporten. Niet één op één training, maar je hebt er wel bootcamp en power dance. Dus misschien dat ik dat ga doen. Dus ja, dat. Dit is de zak. Wat vandaag door onze lasagne gaat, is spinazie. We hebben hier kokroom. Origaan. Nou, lasagne bladeren, parmezaanse kaas, een ui, twee teentjes knoflook, oh nee, drie teentjes knoflook, een courgette, ik hou van courgette, super lekker, en volgens mij nog meer kokroom. Toch? Is het kokroom? Ja, nog meer kokroom. Ik heb dus oprecht nog nooit lasagne gemaakt, dus ik ben er best wel excited naar.
We hebben sowieso een ovenschaal nodig. Die hebben we wel. Gelukkig. Dus ja, als je nog nooit lasagne hebt gemaakt, dan zou je misschien ook denken, je hebt geen ovenschaal. Maar we hadden gisteren toevallig ook nodig voor de aardappeltjes. Volgens mij hebben we gisteren voor het eerst gebruikt, de ovenschaal. Nou, we gaan eventjes kijken wat de eerste stap is. Snijd de courgette, verwarm de oven voor op 220 graden en bereid de bouillon, scan voor kooktips. Snijd de courgette in plakken van maximaal een halve centimeter dik. 220 graden. Tadaa. En dan gaan we nu de courgette snijden. Ik heb het nu eventjes met peper, zout en olijfolie. En nu moet het even 10 minuten in de oven. En dan gaan we nu door met het volgende. En dat is... Snip ondertussen de ui fijn en pers de knoflook of snijd fijn. Rist de oreganoblaadje van de takjes en snijd fijn. Dus dat gaan we doen. Onze lasagne is klaar. Wat vind je ervan? Ziet er lekker uit, eerlijk? Heerlijk. Oké, okay, nou, eet smakelijk. Vegetarische lasagne. Ben benieuwd. Ik ook. Liefje, hebben we lekker gegeten of hebben we lekker gegeten? Zeg eerlijk, deze pasta... was kapot goeie. Lasagne was echt een aanrader. Ja, man. Was echt lekker. We gaan zeker nog een keer maken. Ja. We moeten elkaar even bewaren. Ja. Hallo, wij zitten helemaal in de Big Brother. Big Brother is weer begonnen. Veel te leuk. We hebben even een aflevering gekeken. Het is nu alweer laat. Het is hoe laat? 10:45. Ik ga lekker slapen. Ik heb weinig gefilmd vandaag. Dus wat morgen. Oh ja, ik heb helemaal niet mijn nieuwe nagels laten zien. Ik heb nieuwe nagels. Oké, nu lijkt het misschien een beetje op paddenstoel. Maar het zijn dus diamantjes. Cool, hè? Zo blij mee. Oké, morgen weer een nieuwe dag. En dan komt ook in deze vlog. Goedemorgen. Ik heb yoghurt gemaakt met wat mango erdoorheen. En daarnaast een mandarijntje. Mijn huid is niet helemaal wat ik had gehoopt. Maar volgens mij komt het ook door yoghurt. En dat vind ik echt kut. Want yoghurt is wel weer heel goed voor het afvallen. Maar voor mijn huid is het weer fucked up. Of misschien moet mijn huid wel gewoon even wennen aan die nieuwe producten. Geen idee. Ik maak me vooral nog geen zorgen. Het is oké. Ik ga even lekker ontbijten en daarna heb ik weer personal training. Ik heb even een Q&A gefilmd. Ik heb lekker gesport vanochtend. Ging best goed. Eigenlijk. Ik kan steeds al iets zwaarder pakken. Dus dat is wel een moment van oké, het gaat goed, gaat goed. En net even een Q&A gefilmd. Want ik denk, er waren best wel veel vragen en zo. Dus ik denk misschien wel goed om even lekker te gaan behandelen in de video. Ik ga nu even werken op de laptop, even klantenservice doen, even stories maken en whatever. Dus let's go! Ik ga vanavond even een drankje doen met Teddy, Lotte en Steffi. Teddy en Lotte zijn vriendinnetjes van vrienden van Ramon. En Steffi is het zusje van een vriend van Ramon. Dus helemaal gezellig. We gaan naar de streetfood club. Ik ga me vast klaarmaken, want ik word om 7 uur opgehaald. Dus ik ben al nu klaar en dan ga ik even koken. En dan eet ik mee eten op en dan zijn ze er wel, denk ik. Lekker simpel, gewoon even een blouseje aan, want we gaan niet op stap of zo. We gaan denk ik gewoon alleen even een drankje doen. Ik vind eigenlijk, ik krijg helemaal geen zin om zoveel aan mezelf te doen. Is het niet gewoon lekker prima zo? Ja toch? Parking deal en ready to go, vind ik. Ja, best genoeg.
Het wordt weer tijd om te koken. Ik ga nu deze volkoren pennen met rode pesto tomatensaus maken. Eigenlijk zit hier best wel veel calorieën in, hè? Gewoon 911. Best veel. Eigenlijk superveel. Maar ja, we moeten het opmaken. Vanaf de volgende keer met Hellevers ga ik dus meer op de calorieën letten. Omdat ik dus nu wat meer met voeding bezig ben, weet ik een beetje wat een beetje normaal is en zo. Verwarm de oven voor op 220 graden. Breng ruimwater met de snufzout aan de kokende pan voor de pasta. Snijd de ui in halve ringen. Even kijken. Het laatste HelloFresh receptje van deze week. Klaar! Eet smakelijk! Het is tijd om de kerstboom leeg te halen. Oh mijn god, wat kut. Maar ja, het moet echt gebeuren. Want het is echt al bijna februari. Moest let's go. Er weer uit. Dan moeten we dit gewoon even ergens op zolder leggen. Beetje verstopt. Ja, precies. Het is vrijdag en ik ben weer terug in Leeuwarden. Oké. Okay. En ik ben gezellig aan het oppassen op mijn liefste kindje. Hey. Op Jaloe en op? Staan. Op Stan en Jaloe, hè? En we hebben pyjama dag. We liggen lekker in bed in de woonkamer. We hebben de bedden in de woonkamer geschoven. We gaan beneden slapen. We gaan vanavond beneden slapen. En we hebben via Pathé even een film gehuurd. En dan gaan we lekker even een filmpje kijken. En wat gaan we ook doen? We gaan lekker chipjes eten, hè, jongens. Jullie gaan chipjes eten. Want oh, je kauwgompje ligt hier. Want Hanni is op dieet. Helaas. Een auto. Een ziekenhuisauto. Ja. Een ziekenhuisauto. Heel mooier maken. Maar dan niet die haar, maar wel wit, maar dan mooier. Oké, Stan, wat ga je nu doen? Vertel het eens. Je gaat mij maken, hè? Melanie maken, hè? Welke haren lijken het meest op mijn haren? Als, ja, ik heb nu een knotje in. Ja, maar wel mooi haar. En ik ben niet een baby. Ik ben al een grote mens, toch? Ja. Lekker jouw baby. Maar Stan moet het zelf doen. Jij gaat straks mij maken, ja? Ik ben wel benieuwd wat Stan doet als hij mij moet maken. Nee, ik veep er één. Die net die met die knot. Maar je kan ook deze doen, maar dan moet je even een filmpje kijken. Die is heel mooi. Dansen dan? Nee, nog niet, nog niet. Nog wachten. Hier, 3, 2, 1, 0. Ja. Ja! Is mooi. Maar is het niet een beetje kinderachtig? Ja. Dat wel. Ja, heb je gelijk. Rainbow haar. Nee, maar ik ben toch niet een rainbow haar. Welke lijkt het meest op mij? Ik denk meer naar Bo. Oh. Deze lijkt wel. Die lijkt wel. Die doe ik wel vaker, hè? Oké, dansen weer. Moeten we dansen? Want er is reclame. Deze moet ik dansen. Oké, deze ik klaar. Nee, moet je niet helpen. Oh, wel. Ben ik dat? Hey, kijk, je mag nog schoenen. Kijk, weet je welke schoenen? Ja, ik heb al schoenen aan, maar die zie je niet door mijn lange jurk. Ja, maar wel deze, wacht. Dan moet je hem even kopen. Het zijn hele mooie rode. Ik vind het wel lief dat je me zo mooi hebt gemaakt, Stan. Die zie je een beetje. Wie gaan we nu maar aanmaken? Wie is dat, jongens? Hoe heet die? Hoe heet die? Hey. Aapje. Nee, Ramon. Ramon het aapje. Kijk! Oh, hij is al klaar. Klaar, ja. Of niet? Nee, wel. Deze heb ik. De aapje heb ik deze kleur. Ja, kijk maar. Ietsje donkerder. Het is alweer avond, eigenlijk. Ramon heeft hier gezellig geslapen. We hebben de hele dag. We zijn de stad in geweest. We hebben lekker even wat geluncht met Stek. We hebben even lekker wat dingetjes gekocht. Ik heb namelijk wat dingen gekocht bij de Kruidvat en bij My Jewelry. Bij My Jewelry heb ik deze leuke oorbellen gehaald. Ik vond ze helemaal leuk.
Dus ja, direct gehaald natuurlijk. En nog nieuwe tandpasta en droog shampoo en zo van de Kruidvat. Helemaal blij mee. Ik heb nu even een heel leuk outfitje aangetrokken. Vind ik zelf. Deze blouse heb ik laatst gehaald bij de Vera Moda. Hij was afgeprijsd. Ik moet het kaartje nog wel even eraf halen. Van 70 naar 30 euro. Dus echt super leuk. Met een leren legging eronder. Topje eronder. En dan doe ik denk ik mijn Dr. Martens erbij. Mijn vriendje is zo moe. Maar wat gaan we doen? Miljonair worden. We gaan miljonair worden. We hebben met kerst hebben we een bon gekregen van mijn ouders voor de casino. En we gaan dus met het hele gezin. Dus mijn papa en mama. Denise haar vriend Silvan. Patrick, Simone en Patrick haar vriend dus. Dus gaan we gewoon lekker met z'n allen naar de casino. En daarvoor gaan we even een hapje eten bij het Holt. Een restaurantje hier in Deinen. Het dorpje waar ik woon met mijn ouders. Dus dat is een beetje de planning voor vanavond. Ik had de hele dag eigenlijk niet zoveel zin om mijn camera erbij te pakken. Maar vanavond gaat het waarschijnlijk super leuk worden. Dus ik dacht ik ga toch de vlog lekker storten. Let's go. Oh ja, ik heb vanmiddag mijn wenkbrauwen laten doen. Bij Sisters in Leeuwarden. Heel blij mee weer. Maar je moet gewoon even een keertje gaan douchen eerst. Voordat het zeg maar weer iets minder is. Dus vandaag loop ik echt even met zwarte wenkbrauwen. Maar dat gaat dus minder worden. Maar ja, dat is de reden. Maar ik vind het oké. Okay. Maar voordat de mensen weer over gaan klagen, het wordt minder. Nou jongens, klein voorgerechtje besteld. Een hele goede morgen. Middag, het is 1:30. Echt heel erg. Maar gisteravond zijn we naar de casino gegaan. En we zijn uit eten gegaan. Maar ik heb echt bijna niks gefilmd. Ten eerste omdat je in de casino dus eigenlijk niet mag filmen. Dus ja, dat kon ik ook niet echt doen. Het ging op zich best goed op een gegeven moment bij Ramon. Alleen hij heeft op een gegeven moment alles weer opgegokt. Dus dat is echt gewoon het enge met de casino. Want als het dan goed gaat, dan wil je door. Je wil meer. En eindelijk heb je niks meer. Dus dat was echt super jammer, maar we lagen echt best wel laat op bed. Nou, ik heb wel mijn inzet eruit, dus ik heb niet verlies gemaakt. Ik heb niet verlies gemaakt, maar het had veel beter gekund. Ja. Kunnen aflopen als je naar mij luisterde. In totaal hebben we wel winst gemaakt. Nee hoor. Jawel. Mijn vader heeft echt heel veel verloren hoor. Ja, oké, maar wij. Oh, dat zei iedereen. Nee, ik bedoel, wij hebben in totaal winst gemaakt. Ja, 80 euro winst. Heel lekker. Ja, zeker. Maar ik had dus niet zoveel gefilmd. Super jammer. Maar het is nu alweer 1:30. Best wel laat. Dus we zouden eigenlijk gaan lunchen met Natasha. Dat was haar vriend en haar dochtertje. Hun dochtertje. Alleen heeft dat dochtertje nu even middagslaapje. En mijn zus die viert om 3 uur al haar verjaardag. Dus dat gaan we niet meer redden. Dus het gaat helaas niet meer door. Ik heb gisteren dus deze droogshampoo gehad bij de Kruidvat. En ik zweer het, dit is echt een aanrader. Want ik heb dus van alles al geprobeerd. Zelfs die van Sophia May en zo. Die vind ik helemaal niet zo heel fijn. Maar deze is voor mijn haar echt het beste. Er is toevallig nu 1+1 gratis. Ik heb gisteren gelijk even 2 gehaald. Maar, of 1+1 volgens mij 2 50% korting. Zoiets, geen idee. Maar deze werkt voor mij heel goed. Want ik had in Valencia had ik zo'n reispotje gehaald. Van zo'n kleintje. En daardoor wist ik dus dat hij zo fijn was. Dus ik heb gisteren even de grote bussen ervan gehaald. Want mijn haar is telkens een beetje vet. Maar ik denk misschien dat het door mijn borstel komt. Want het was net niet vet. En ik ga 1 keer mijn borstel doorheen en het is vet. Dus volgens mij moet ik mijn borstel even gaan wassen. Maar ja, daarom is dit droge shampoo perfect. Ik heb dus een heel leuk cadeautje voor Simone gehaald. Simone is mijn zus. En zij is vandaag 26 jaar geworden volgens mij. En Ramon gaat even laten zien wat we hebben gehaald. Superleuk. Superleuk. Gaan we het even openmaken. Hoe lijken ze? Leuk? Heel leuk. Ja, Ramon en ik hebben ze ook. Maar ze zitten dus zo lekker. Ze lopen goed. En wel grappig, want mijn andere zus vroeg gisteren aan mij. Hé, wat geef jij morgen aan Simone? Want Simone wil geld voor nieuwe schoenen. Zo, nou. We hebben nieuwe schoenen. Dus ik krijg nieuwe schoenen. Dus ja, ik wist helemaal niet of ze dat wilde. Maar ja, als andere zus ook gisteren zei van ze wil nieuwe schoenen. Komt wel erg goed uit, hè? Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Jij? Ik ook. Ik denk wel heel leuk. I hope she likes it. De eindelijke look. Ik heb hier dus echt zo'n hele dikke buis opeens. Ik kan hem niet uitknijpen, maar het is wel echt heel groot en hij doet een beetje pijn. Deze oorbellen heb ik gisteren dus gehad bij mijn jewelry. Ik heb een leuke trui van mijn webshop. Onder een shirtje van mijn webshop en onder een
lekker losvallige pantalon van Tess V. Ik ga even het cadeautje nu inpakken voor Simoontje. En we gaan even lekker wat ontbijten. Of ja, lunchen. Het is echt wel super laat. En dan gaan we straks vanmiddag tussendoor naar de birthday. Doe er niet mee, man. Hij doet het niet. Mooi. Nice. Woe. Hetzelfde als Ramon. Ja. Kunnen we eindelijk matchen? We zijn weer thuis van de verjaardag van Simone. Het was een super gezellige avond gehad. We hebben daar ook even wat kip gegeten. Een beetje knakkers. Ik heb lekker gechapt. Ramon is zojuist naar huis gereden helaas. Want morgen ga ik met Luna en Francisca naar Terschelling. Luna is afgelopen twee weken geleden was ze jarig. En Francisca en ik die hebben haar dus een verrassingstripje gegeven. Ze weten niet waarheen. Maar Francisca, jongens, is zo sukkel. Want het is helemaal gewoon geheim gehouden en zo. En ik zei ja, ben je dan ongeveer 9 uur hier? Want het is best wel lang rijden. Terwijl we naar Terschelling gaan. Dus het is helemaal niet rijden. We moeten gewoon met de trein hier naast mijn huis pakken naar Harlingen. En dan ben je er zo. Zegt Francisca net. Oh, we kunnen ook gewoon in mijn auto naar Harlingen. Wat? Wat? Waarom zeg je dit? Dus ik denk dat Luna al vermoeden heeft waar we heen gaan. Want ja, vanaf Harlingen pak je de woon naar Terschelling. Dus dat is wel echt super jammer. Maar ik ga eventjes mijn koffertje inpakken. Ga je me even helpen? Ik vind dat lastig voor Terschelling. De kamer hier is wel een beetje een puinhoopje. Omdat ik hier gewoon af en toe ben. En dan heel weinig eigenlijk op mijn kamer. En dan maak je er gewoon best snel een wende van. Maar eventjes nadenken wat ik allemaal moet inpakken. We gaan morgen als we aankomen gaan we eerst naar het hotel. Dus daar zou ik me eventueel ook weer kunnen omkleden voor de dag. Maar ik denk dat het slim is dat ik wel alvast even iets leuks aandoe. Ik vind dus oprecht deze trui met deze broek best wel leuk vandaag. Dus misschien dat ik dit morgen vroeg wel gewoon weer aantrek. Ja, denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat ik het wel leuk vind. We gaan gewoon lunchen ergens. En lekker wandelen. Op zich is het ook wel een lekkere wandeloutfit. Deze broek is lekker losvallig. Wel een beetje een lange pijp, dus hij sleurt wel een beetje over de grond. Maar op zich niet het grootste probleem. Dan voor in de avond. Ik weet niet in welke vibe ik ben. Ik denk dat ik niet rokjes ga doen. Omdat ik dan ook Dr. Martens mee moet. En ik wil alleen een handbagagekoffer. Ik wilde dit rokje van de webshop. Maar dat is niet heel handig dan. Ik heb bijvoorbeeld ook dit tuinpak. Deze denim jumpsuit van de webshop. Echt super nice. Bomvol stretch. Dat is wel heel erg leuk. Nee, wel heel veel ruimte in beslag. Even kijken of ik nog wat anders leuks heb. Als optie. Ik heb ook eventueel een zwarte testpantalon voor 's avonds. En dan bijvoorbeeld met een leuke glittertop. Altijd leuk. Alleen ik ben dus mijn riem vergeten. Dat is wel weer een dingetje. Of iets met deze riem. Had ik eergisteren ook al. Ik had gisteren deze trouwens ook aan. Dus dan vind ik het weer een beetje too much. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel een hele leuke outfit. En wil ik eigenlijk ook nog wel een fotootje mee. Om het nou weer aan te trekken. Vind ik ook weer een beetje saai. Nou, ik heb hier ook een topje met zo'n open rugje. Ik denk dat ik die gewoon lekker meeneem. En dan neem ik gewoon even een andere riem mee. Dat is ook prima. Dan in combinatie met die testpantalon. Gewoon lekker een zwarte outfit. Dan heb ik ook eventueel gewoon een glittertopje. Kijk morgen even wat voor vibe ik ben. Dan heb ik hier ook nog eventueel gewoon een gestreept topje. Ik denk dat ik dit gestreepte topje de dag erna aandoe. Met die broek die ik nu draag. Dat is gewoon lekker comfortabel. Dus die neem ik sowieso mee. Dat is ook wel een leuk topje. Dan neem ik ook gewoon mijn oversized blazer mee. Die kan er nog even wat overheen. Nee, dat is weer lelijk. Oh ja, we nemen ook nog een kimono mee. Deze van Le Olof. Zet mijn naam ook op. Die van Francisca. Die van Francisca en Luna ook. Dus die neem ik ook mee. Want we gaan met elkaar de wellness en zo. En we lekker samen klaarmaken. Dus dan vind ik dit wel leuk. Tenzij ik gewoon ruimte heb voor mijn Dr. Martens. 10 paar sneakers. Meer dan zat, Melanie. Van 2 broeken ook genoeg.
niet te moeilijk. Ik ben altijd echt, als ik een weekendje wegga, ben ik gewoon veel te moeilijk met auto's. Het lijkt boeien. Wat is daar nou zo belangrijk aan? Oké, dus ik doe gewoon een paar leuke uitgaansstopjes. Gaan we gewoon voor het uiteten. Deze nog mee. Ga ik even kijken of ik daar nog wel ruimte heb voor één extra trui. Want ik wilde echt ook een witte trui van mijn webshop mee. Oké, ik ga even kijken wat er allemaal mee moet. Ik denk dat ik er wel uitkom. Tijd om mijn make-up er weer af te halen. Ik ga denk ik lekker naar bed. Zo, het is nu ook al 8:15. Dus best prima tijd. Morgen was een beetje vroeg. We moeten in ieder geval 10 uur de boot hebben. En nog eventjes van tevoren een beetje klaarmaken natuurlijk. En om 9:30 daarheen rijden. Dus dat is prima. Ik ga nog even lekker Big Brother kijken. Ik hou van Big Brother. Ik dacht alleen in het begin van het seizoen dacht ik, nee, dit vind ik een zijn seizoen. Maar nu vind ik het alweer leuk. Ik ben benieuwd of een van jullie ook Big Brother kijkt. Ik kijk dus sinds vorig jaar. Ik was voor het eerst. Daarvoor heb ik eigenlijk nooit ervan gehoord. Maar ik ging toen op vakantie naar Malaga. En ik moest even wat downloaden voor het vliegtuig. Dus had ik dus dat gedownload. Geen idee waar het eigenlijk om ging toen. En toen had ik dus niet meer gestopt met kijken. Ik vond het zo leuk. Zelfs vriendinnen geworden daarna met Chelsea. Heel leuk. Ik spreek er nu niet meer heel veel trouwens. In de zomer wel heel veel. Maar ik kan wel echt goed met haar. Dus misschien dat we binnenkort wel even leuk, wat leuks gaan plannen. Gaan we kijken of jullie ook weer Big Brother kijken. Ik ben zo gek op deze oorbellen. Echt heel erg leuk. Dan gaan we nu eventjes de pH formula cleanser opdoen. Lekker eventjes zelf een keertje. Moet natuurlijk elke avond eventjes mijn skincare doen. Zodat mijn huid lekker vers blijft. Mijn zus was trouwens heel erg blij met de schoenen. Ze had ze ook gelijk even gepast. En ze zaten goed. Ze hadden ook echt nieuwe schoenen nodig, zei ze. Dus dat komt mooi uit natuurlijk. Dan doen we deze soort van, ja, wat is dit? Op een PR formula de Active. Geen idee wat het allemaal inhoudt. Ik doe gewoon wat hun me zeggen. Ik vertrouw op ze. Tot nu toe werkt het echt mega goed. En dan als laatste soort van nachtcrempje. En dagcreme in één. Die doe ik ook altijd 's ochtends op. En dus ook 's avonds. En dan gebruik ik sinds Valencia eigenlijk deze Laneige Lip Mask. Super fijn. Ik heb de smaak vanille. En hij bevalt super goed. Ik had ook als kerstcadeau gehaald voor Luna, Francesca en Amber. Volgens mij vinden hun ook heel erg fijn. Al mijn make-up is er weer lekker af. Ik doe lekker mijn oorbellen af. Mijn sieraden af. En dan ga ik lekker slapen. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Vond je het leuk, een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de Terschelling vlog. Doei doei! Disfruta de la vida, bebé, disfruta como si mañana se acabara, se acabara, se acabara, se acabara.